Mike van der Hoorn, 1 Eredivisiewedstrijd, 1 doelpunt. Ja, ja dat is een mooie en dat willen we vasthouden. Heb je deze week nog vaak aan teruggedacht? Nou ja, je kreeg wel een paar felicitaties en ja, daar word je wel weer aan herinnerd. Maar ja, het is een leuk moment en om je eerste doelpunt te scoren in Ajax 1 en ja, daar ben ik wel trots op. Meer dan alle spitsen bij elkaar nog, hè? Nou ja, Lars heeft er nu 2, dus... Niet echt een spits. Nee, klopt. Maar ja, die staat overal een beetje, dus... ja, dat is leuk, maar het is belangrijk dat we winnen. Ja. Ronald de Boer die zei daarna in Studio Voetbal dat je wat onzeker speelde, of wat onzeker speelde. En dat doelpunt jou heel veel, een boost zou kunnen geven in je zelfvertrouwen. Werkt dat ook zo? Ja, op zich wel. Ik bedoel... als je een goal maakt, voel je wat verlosser. Ja, dat kan misschien wel helpen, ja. Ja. Heb je het gevoel dat er onzekerheid in je spel zit? Nee, ik denk dat het vooral aan het team lag, zeg maar. Dat we zelf niet echt... we hadden moeite met Vitesse en dat we daardoor wat achteruit en wat langer die bal hielden. Maar de tweede helft hadden we het meer onder controle en dan weet je zelf ook de openingen te vinden. Als je dan naar je eigen spel kijkt, wat zijn verbeterpunten voor jou? Gewoon meer vertrouwen tonen aan de bal. Verdedigend, mag ik ook wel. Ja, ik win wel vrijwel met duels, maar ja, gewoon wat beter staan en beter omheen kijken. Want Ronald de Boer zegt dan wat op tv, maar voor jou veel belangrijker de Boer, Frank, je trainer. Hij heeft altijd vertrouwen in jou gehouden, heeft nog steeds veel vertrouwen in jou. Dat moet wel fijn zijn. Ja, dat heeft hij altijd al gezegd tegen mij. Daardoor wil je ook wat teruggeven aan de trainer. Hopelijk heb ik gedaan met de goal en hopelijk ook voor de rest van het seizoen. Ja. Hoe denk jij dat de verhoudingen nu zijn tussen Joel Veldman en jou? Voel je jezelf wel een volwaardig concurrent voor Veldman? Ja, zeker. Anders zou ik hier nu niet voetballen. Ik denk dat ik wel een volwaardig concurrent ben. Ja. Wie speelt er zondag? Weet je dat dan? Dat moet nog blijken. Ik bedoel, opstelling is nog niet bekend, dus fijn. De trainer heeft nog niks gezegd tegen jou? Nee, maar ja, op de training zie je wel wat het wordt, maar ja. Wat is je gevoel dan als jij ook zelf naar de training kijkt? Het gevoel is goed, dus ja. Dus het zou maar kunnen dat jij zondag gewoon weer speelt? Zou kunnen, ja. Ja. Je lacht er wel bij in ieder geval, terwijl je het zegt. Het zou kunnen en ik hoop dat ik aan mijn ding kan laten zien. En wat voor tegenstander is AZ dan? Nou, ze hebben met duidelijke cijfers van Heracles gewonnen uit. Dat is altijd een lastige wedstrijd en hun hebben het vrij makkelijk. Ik heb dan de tweede helft gezien en dat ging vrij makkelijk. Een hele gevaarlijke ploeg. Ja, is dan weer tijd voor een doelpunt van Mike van der Hoorn dan, denk ik? Ja, als er een cornertje goed komt, dan knik ik hem graag binnen. Ja. Ja. En als laatste nog, hoe heb jij de afgelopen week het wel of niet komen van Samuel Eto'o gevolgd? Het is dagelijks nieuws natuurlijk en als zo'n wereldspits kan komen en dat zegt niemand nee. Ik zat 2 jaar geleden nog bij Utrecht en zie je tegen zulke spelers echt op te kijken en als je dan bij Ajax komt denk ik van ja, dus je gaat er met grotere spelers voetballen, maar nu wordt het helemaal een grote speler en als hij zou komen dan zou het een enorme boost kunnen geven.